gaan meteen verder, want de politie heeft inmiddels meer informatie over de enorme explosie bij een woonhuis in het Limburgse Geleen. In de vroege ochtend van vrijdag 9 augustus komt er in de buurt Geleen-Noord een auto vanaf de Geenstraat aangereden. Er wordt geparkeerd op een invalide plek, net voor een wooncomplex aan de Priorij. Het is 5:50 in de ochtend. Naast de bestuurder, misschien wel een opdrachtgever, zat deze man. Hij gaat zo een explosief laten ontploffen, mogelijk een vuurwerkbom. De politie wil met spoed te weten komen wie het zijn. Hopelijk zag deze fietser ze beter. Meld u zich als u deze getuige bent of herkent. De uitgestapte man rent via dit paadje aan de Priorij richting de Ketelslagersdreef. Nadat hij een tijdje gewacht heeft of de kust veilig is, loopt hij hier uiteindelijk vanaf dat pad richting een huis daar. Daar zijn gelukkig de bewoners niet thuis als hij razendsnel zorgt voor een enorme explosie zometeen bij hun voordeur, waardoor iedereen in de straat rechtop in bed zit. De vluchtauto staat inmiddels vertrekklaar. Misschien had u het autotype al herkend. De politie denkt in ieder geval dat het een Opel Corsa is. Aan de Ketelslagersdreef is het ondertussen een ravage bij het getroffen huis. De grote, zware garagedeur is losgeschoten. Boven en onder zijn ramen en deuren eruit geslagen. Overal ligt glas. Binnen is het mogelijk nog erger dan buiten. De klap is zo groot dat de rechercheur die snel deze foto's maakt ziet dat er stukken van de eruit geblazen deur in meubels zitten. Er was trouwens niet alleen schade bij het huis waar de aanslag was. Bij de buren is door de drukgolf de achterbumper van een auto helemaal losgeraakt. U ziet dat hier. Niet alle slachtoffers durven momenteel thuis te slapen. De bewoners hebben ook geen idee wie hen dit aan heeft willen doen. We hebben nu aan de lijn mevrouw Vermeulen. U heeft voor ons inmiddels meer details rond de Opel Corsa. Ja, want na onderzoek denken we een deel van het kenteken te weten. Het kenteken van die donkere, mogelijk grijze Opel Corsa zou beginnen met het cijfer 33. We willen heel graag in contact komen met mensen die de Opel op die vrijdagochtend 9 augustus hebben gezien, of die de combinatie weten te maken tussen de verdachte op de beelden en deze Corsa. Het onderzoeksteam heeft aanwijzingen dat de daders mogelijk uit Zuid-Holland komen. Nou, we hopen dat mensen daar zeker gaan uitkijken naar die auto. Dank mevrouw Vermeulen. Denk allemaal mee en bel de tiplijn als u meer weet dus over die verdachte. Mogelijk dus met een link met de grijze Corsa met dat begincijfer 33. En uiteraard wil de politie ook tips over degene achter het stuur. Degene die het explosief afstak. En waarom dit is gebeurd. En als u daar liever vertrouwelijk met de politie over wilt praten, dan kan dat dus via Team Nationale Inlichting. U kunt ook een tipformulier online invullen of via naar de studio bellen. Er komen nog steeds telefoontjes binnen. We kunnen nu alvast melden. We begonnen deze uitzending met een schietpartij in een woonwijk in Vlissingen. Daar werden in totaal 9 verdachten voor gezocht. En op dit moment zijn de eerste tips over deze man al binnen. Dus dat is heel fijn. Moet nog allemaal worden uitgezocht. Maar heel fijn dat u meedacht en meeleeft. Hopelijk lossen we veel op. Voor nu, veilige avond. We'll be right back.